dit is Sam. Ze komt tegenwoordig heel vaak moe naar school. Hey Sam! Doorloop, want het komt te laat. Op de school van Sam zijn ze heel sportief. De klas doet ook vaak mee aan wedstrijden. Zoals jullie weten komt het wintervoetbaltoernooi weer aan. Yeah! Oh nee. Ja, ik heb er ook ontzettend veel zin in. Helemaal na het succes van vorig jaar. Oh ja, weet je nog hoe Sam het winnende goal maakte? Ja, die bal kwam zo hard op haar af. Met een mooi boogje vloog hij zo over de keeper heen. En toen lag je half bewusteloos op de grond. Hey, dat is wel. Ja, ik weet het nog. Maar je had wel het winnende doelpunt gemaakt. Je was de held van de school. Zou de held van de school deze kaartjes willen uitdelen? Ja hoor, meester. We gaan namelijk een aantal uitnodigingen tekenen. Uitnodigingen? Ja, voor het wintervoetbaltoernooi. Oh, dan kan ik mijn familie uitnodigen. Ja, inderdaad. Iedereen is welkom. Oh, ik ga vragen of mijn broer ook komt kijken. Oh ja, hij zit op voetbal, toch? Ja, hij mag misschien wel naar het Nederlands elftal. De kinderen in de klas kunnen allemaal heel goed tekenen. Dus de uitnodigingen worden erg mooi. Maar één iemand is toch wel de beste tekenaar van allemaal. Ja, Sam, wat is er? Ik ben al klaar. Zo, dat is snel. Als je toch klaar bent, wil je dan wat kopietje van maken? Ja hoor. En terwijl Sam de pose van het wintervoetbaltoernooi kopieert, tekent de rest van de klas verder. En een half uurtje later is bijna iedereen klaar. Ja, Maartje, wat is er? Waar blijft Sam? Ze is al heel lang weg. O ja, dat is best een beetje gek. Zal ik even gaan kijken waar ze blijft, meester? Ja, doe maar. Bij het kopieerapparaat staat Sam te slapen. Sam? Mama? Ben je nou serieus aan het slapen? Wat? Waar ben ik? Je bent op school, Suffie. Oh, oké. Was je nou serieus in slaap gevallen? Ja, ik geloof van wel, ja. Hoe kan het dat je zo moe bent? Ben je ziek of zo? Nee. Heb je vannacht al niet geslapen? Jawel. Wat is er dan? Nou, mijn vader wil dat ik profvoetballer word. Wat? Profvoetballer? Jij? Je kan allemaal niet voetballen. Ja, dat weet ik ook wel, maar leg dat maar uit aan mijn vader. Hoe bedoel je? Toen mijn vader vorig jaar had gehoord dat ik het winnende doelpunt had gemaakt, was hij door het dolle heen. Hij was nog nooit zo trots geweest. Oei. Hij zei dat hij altijd al wist dat er voetbaltalent in me zat. En nu wil je elke dag trainen. Elke dag? Wist je dat er elke avond om 11 uur voetbal op tv is? Elke avond! Maar kan je dan niet gewoon zeggen dat je niet wil voetballen? Nee, weet je dan wel niet hoe teleurgesteld hij zou zijn? Wow, is het nu al pauze? Sam, het is tijd voor je training! Oh nee, daar zul je hem hebben. Wat? Hoezo is hij hier? Hey Sam! Pap, wat doe je hier? Jij hebt 3 keer pauze op een dag. Ja. Het zou zonde zijn als ze die tijd niet zullen gebruiken. Zonde? Voortaan ga ik elke pauze met je trainen. Wat? Trek je sportkleren maar aan. Dat ga je toch niet echt doen? Jawel. Dat meen je toch niet? Je moet er echt wat van zeggen. Je snapt er helemaal niks van. En terwijl Sam met haar vader gaat trainen, gaat Maartje maar weer terug naar de klas. Hé, Maartje, pak lekker je tussendoortje erbij. We zijn net pauze aan het houden. Oké. Wacht Sam eigenlijk? Ja, die is met haar vader voetballen. Wat? Voetballer? Ja, haar vader wil dat ze profvoetballer wordt. Wat? Maar ze kan helemaal niet voetballen. Nee, dat weet ik ook wel, maar haar vader denkt van wel. Rennen! Buiten is de training van Sam al volop bezig. Kom op, kan wel sneller. Doe nou beter je best. Maar ik doe heel goed mijn best. Nou, daar zie ik helemaal niks van. De kinderen in de klas snappen het niet. Hé, heeft hij jou wel eens zien voetballen? Hij hoorde van het voetbaltoernooi van vorig jaar. Ja, maar dat winnende doelpunt was per ongeluk. Ja, maar hij denkt dat ze echt talent heeft. Nou, ze kan heel veel, maar voetballen? Niet. Ja, maar zij zegt dat hij nog nooit zo trots op haar is geweest. Nog nooit zo trots geweest. De meester leek een idee te hebben. Wat is er, meester? Jongens, willen jullie mij misschien ergens mee helpen? De klas van Sam hielp de meester met het uitvoeren van een geheim plannetje. Terwijl Sam op het trainingsveld de voetbal maar bleef missen. Omdat Sam gisteravond tot 11 uur naar de wedstrijd van het Nederlands elftal moest kijken, ligt ze de volgende dag weer te slapen in de klas. Wat is er? Ah, het is alweer tijd voor pauze.
Sam, het is tijd voor je training. Goedemorgen, meester. Ik ga met mijn dochter trainen. Ah, meneer De Vries, goed dat je er bent. Goed dat ik er ben. Wil je misschien een kopje koffie? Je ziet er een beetje moe uit. Oké. Mooi zo. De meester begint met de uitvoering van zijn geheime plan. Stap 1 is Sams vader in slaap brengen. Kijk eens, zou je vast goed doen. Ah, lekker. Oh, hij drinkt het. Oh, na dit pakje moeten we echt gaan trainen. Ja. Trek je al je sportkleren aan? Wat is er? Je ziet er een beetje moe uit. Je doet een beetje gek hoor, pap. Ja, ik voel me ook een beetje gek. Misschien moet je even gaan zitten, meneer De Vries. Je ziet niet zo goed uit. Nee, ik ga nu even wel even liggen. Wat? Hier op de grond? Pap, wat is er? Gaat het wel? Oh, rustig maar, Sam. We hebben samen wat voorbereid. Wat voorbereid? Hoe bedoel je? Oké, jongens. Zoals we hebben afgesproken. Stap 2. De hele klas bouwt het lokaal snel om voor een speciale presentatie. Wat gebeurt er? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Alleen Sam en haar vader wisten niet wat er aan de hand is. Stap 3 is het openen van de presentatie die de meester heeft voorbereid. Sam is goed in heel veel dingen. Peter en Thomas, zetten jullie hem op zijn plek? De laatste stap is wachten tot de vader van Sam wakker wordt. Dat duurde alleen iets langer dan gepland. Jongens, wat doen jullie allemaal? Ik snap er niks van. Ga maar even lekker zitten, Sam. We hebben iets voorbereid. Iets voorbereid? Oké. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan vindt. Ik hoop dat het werkt. Oh, jongens, hij wordt wakker. Wat is hier allemaal aan de hand? Meneer De Vries, wij hebben een presentatie voorbereid. Een presentatie voorbereid? Ja, over mij geloof ik. Ja, meneer De Vries, Sam is goed in heel veel dingen. Ja, ze kan supergoed schaken. Waar gaat het allemaal over? En ze kan heel goed lezen. Ze las als eerste van de klas. Is dat zo'n meisje? Ja, volgens mij wel. En ze kan ook hele mooie foto's maken. Wow, heb jij dat gemaakt? Maar wat ze met het allerbeste kan, is tekenen. Hey, hoe komen jullie aan al mijn tekeningen? Wow, Sam, heb jij dit allemaal getekend? Door deze presentatie zag de vader van Sam opeens dat Sam echt heel veel dingen goed kan. Maar er is één ding wat Sam niet zo goed kan. De vader van Sam begreep dat het niet ging om wat hij wilde. Geef niks, meisje. Maar dat hij veel meer rekening moest houden met wat Sam wilde. Ik hoop dat je Sam wat meer vrijheid kan geven. Sorry, pap. Ik wou je niet teleurstellen. Mij teleurstellen? Ik weet dat je graag had gewild dat ik profvoetballer zou worden. Ik ben sowieso trots op jou. Echt? Echt. Ik ben heel blij om dat te horen. Ik denk dat het beter is om meer vrije tijd te hebben. Meen je dat? Hoe kan je er anders achter komen wat jij wilt? Ik hou van je, pap. En ik van jou, lieverd. Actie? Helemaal van het succes van... Wat? Actie? Helemaal van het succes... Ik weet het niet! Actie? Ja... We gaan namelijk een aantal... Hij zei dat hij... Actie? Nou... Voortaan ga ik elke dag... Wacht... Actie? Actie? Ik weet dat je graag had gewild dat ik profboeder. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Nou, vergeet natuurlijk niet deze film nog even een dikke like te geven. En verder abonneer je even op ons kanaal, want dan mis je geen enkele kinderrechtenfilm. Hey.